Helemaal. Ik ga vandaag samen met jullie mijn make-up doen. Ik ga allemaal nieuwe make-up producten gebruiken die ik nog nooit eerder heb gebruikt. En ik ga samen met jullie die aanbrengen en mijn eerste indruk daarvan laten weten. Ook ga ik ondertussen een beetje bijpraten over wat er op dit moment allemaal in mijn leven speelt, waarmee ik bezig ben. Dus dat is dat. En dan wil ik jullie vragen, als je nog niet geabonneerd bent op mijn YouTube-kanaal, om dat al eventjes te doen. Dat helpt mij enorm. Ik zou het ook leuk vinden als je de video een like geeft. En dan, als je dat allemaal hebt gedaan, dan kunnen we starten met de video. Ik ga beginnen met oogschaduw en ik ga ervoor een paletje gebruiken van Wet n Wild. Dit heet de Nude Awakening Palette. En achteraan op het paletje staan twee ooglooks. Je hebt een dagelijkse ooglook en een ooglook voor in de avond, voor als je weggaat. Ik vind eigenlijk het voorbeeldje wel heel leuk, dus ik ga dat gebruiken. Maar ik ga eerst beginnen met een oogschaduwbasis, zodat mijn oogschaduw wel lang blijft zitten. Want ik ga hierna, na deze video, nog een video filmen waarin ik mijn haar krul. Mijn haar is nog een klein beetje vochtig, dus ik hoop tegen het einde van deze video dat mijn haar opgedroogd is en dat ik die video kan filmen. Ik weet niet waarom, maar ik heb zin in gekruld haar, dus dat gaan we doen. Ik ga beginnen met de witte matte kleur en die ga ik gewoon overal aanbrengen. Ik heb eigenlijk totaal geen ervaring met Wet n Wild, maar blijkbaar is dat wel een heel fijn merk. Ik heb er toch al veel van zien verschijnen op het internet en het is in België te koop bij die. Dus dat is ook wel goed om te weten. En volgens mij is het ook te koop bij Droomland. Of ja, Dreamland, Droomland, whatever. Maar daarvan ben ik niet 100% zeker. Maar in ieder geval, je kan het wel gewoon in de winkels verkrijgen. Dan ga ik verder met de Transition Color. Dat is deze lichtbruine kleur. Ik vind het wel leuk dat de naam erin staat van Transition. Dat is wel handig om te weten. Je kan ook deze kleur gebruiken, maar dat is dan weer voor een donkerdere look. En ik ga voor een supernatuurlijk lookje gaan. Ik ben eerst aan het denken wat ik jullie allemaal nog moet vertellen. Wat er in de laatste maand allemaal veranderd is in mijn leven. Ik weet dat ik in de vorige update een beetje over corona had gepraat. En hoe dat mijn werksituatie is. En die is op dit moment ook weer veranderd. Dus daarvan ga ik jullie een kleine update geven. Op dit moment werk ik bijna terug vol tijd. Ik denk dat ik in de plaats van 38 uur nu iets van een 34 uur per week werk. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik meer kan werken, want ik vind het eigenlijk wel heel leuk om te doen. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij om, dat ik terug kan werken. Voor degenen die niet goed weten wat ik juist doe, dus ik werk bij een groothandel die make-up producten en verzorging verdeelt bij schoonheidsspecialisten. Wat ik juist doe is de marketing. Dus ik zorg eigenlijk dat de klanten op de hoogte zijn van nieuwe collecties. En natuurlijk via verschillende kanalen, nieuwsbrief, Facebook. En ik verzorg ook de presentaties van die nieuwe collecties. En ik zorg eigenlijk dat iedereen ervan op de hoogte is. Dus dat is kort gezegd een beetje wat ik doe van job. En op dit moment ben ik al bezig met de herfst- en de wintercollectie. Dus in de zomer daaraan werken is natuurlijk wel een beetje vreemd. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om te weten wat er in de herfst nieuw gaat zijn en welke nieuwigheden dat er op de markt gaan komen. Dat vind ik altijd wel leuk om te volgen. Voilà, en dan gaan we nu nog een klein beetje blenden en dan is die ooglook wel oké voor mij. Het is super easy, maar ik ga er niet meer mee doen. Het ene wat ik ga doen is de lichte kleur. Dus deze heb ik op mijn hele ooglid aangebracht en deze kleur ga ik nu als highlighter gebruiken. Ik weet wel niet goed wat ik aan het doen ben. Ik heb geen spiegel. Ik vind deze rozige look wel passen bij mijn outfit die ik vandaag aan heb. Dat was het voor de ooglook. En dan gaan we nu verder met het gezicht. We gaan eerst een primer aanbrengen. En dit is een nieuwe van Clarins. Dit is de SOS primer. En die gaat een beetje een summer glow geven aan je gezicht. Het ziet er dus uit als een witte crème. En dan als je die open gaat smeren, ga je zien dat die een glow geeft aan het gezicht. Ik ben iemand die heel snel glimt. Dus ik weet niet of dat dit voor mij het ideale product is. Maar ja, ik wou het een kans geven. Zien wat dat doet met mijn gezicht. Dus ik ga het een beetje inwerken met mijn vingers. Ik zie dat mijn huid een beetje aan het glanzen is. Voor foundation ga ik terug een productje van Clarins gebruiken. Maar dit heb ik al
redelijk lang in gebruik. En ik vind dat echt een heel fijne foundation. Dit is een foundation die er wit uitziet, zo. En als je die opensmeert op je gezicht, dan gaat het een foundationkleur aannemen. En ik vind dat echt een heel fijn product, omdat dat een heel lichte textuur heeft. En voor de zomer is dat ideaal, want dan heb ik geen zin in veel foundation. Ik heb gewoon zin in een lichte dekking. En dat heb ik met deze foundation wel. Even kijken hoe we dat gaan aanbrengen, want ik zie natuurlijk niks. Ik ga dat eventjes in het schermpje van mijn camera doen en dan hopen dat het goed komt. Dan gaan we een concealer van Wet n Wild gebruiken. Deze heb ik misschien één keer ervoor gebruikt. Ik ben niet 100% zeker, maar ik ga die in deze video ook nog eens gebruiken. Want ik weet niet meer of ik die nu fijn vond of niet. Dus dat gaan we terug moeten ontdekken. In ieder geval, dit is de kleur Light Ivory. Dus ik ga die onder mijn ogen aanbrengen. En dan langs mijn neus, want daar heb ik altijd roodheden. En op mijn kin ook. Dus eigenlijk alle plaatjes die wat meer dekking kunnen gebruiken, die ga ik bedekken met de concealer. Sorry, niet met de foundation, maar met de concealer. En dan ga ik inwerken met zo'n soort kwastje. Het is eigenlijk een blending kwast van Real Techniques. Maar ik gebruik die eigenlijk liever om mijn concealer mooi in te werken. Ik vind dat eigenlijk het perfecte kwastje daarvoor. Dan is het nu natuurlijk ook juli en het is zomervakantie. Ik werk nu een halfjaartje. Het is de eerste keer dat ik eigenlijk zo weinig vakantie heb dit jaar. Toen ik nog student was, had ik natuurlijk bijna 3 maanden zomervakantie. En dit jaar is dat een pak minder. In normale omstandigheden zou het bedrijf 3 weken sluiten. En zouden we die periode vakantie hebben. Maar door corona gaat het bedrijf maar 1 week toegaan. Dus dat is eigenlijk de week die we verplicht thuis zijn, dat is eind juli. Maar door corona ben ik in plaats van 3 weken maar 2 weken thuis. Dus ik heb 2 weken vakantie tijdens de zomer. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. En ik denk ook dat dat heel snel voorbij gaat zijn. Nu is het wel een heel raar jaar geweest. Ook omdat we al 3 weken thuis hebben gezeten in maart. Ja, nu is het een beetje dan weer aanpassen. Dus het is een beetje een raar jaar op het gebied van vakantie. Maar ja, ik ben stilletjes aan toch wat dingetjes aan het plannen om te doen tijdens mijn verlof. Het gaat natuurlijk wel anders zijn dan andere jaren. Normaal zou ik het vliegtuig nemen en zou ik een of ander land gaan ontdekken, maar dat is nu niet echt mogelijk. Daarom heb ik besloten om een vakantie te doen met vriendinnen dicht bij huis. Dus dan ga ik nu afpoederen. Ik ga ervoor een poeder van Filorga gebruiken. Dat is een wit poeder en dat gaat matteren en alles op zijn plaats houden. Dan ga ik een bronzer gebruiken van Clarins om een beetje meer warmte in mijn gezicht te brengen. En de bronzer heeft 3 kleuren. Je kunt ze afzonderlijk gebruiken of samen. Ik vind de kleuren wel echt heel mooi en toch wel redelijk warm. Het is echt een zomerproduct. Ik denk dat ik voor deze look gewoon de 3 kleuren ga mengen. Ik hoop dat dat een mooi resultaat geeft. Ik vind trouwens dat het poeder echt een heel mooie vormgeving heeft. Echt zo'n mooie textuur op het poeder zelf. Oeh, het is wel redelijk warm. Qua kleur is dit niet mijn kleur. Het is een beetje veel te warm voor mij. Natuurlijk, ik hou meer van koelere bronzers. Ik hoop dat ik het met de rest van mijn make-up nog een beetje kan redden. Voor de blush gaan we ook weer een product van Clarins gebruiken. De Twist to Glow. Dit productje had ik laten zien in een recente vlog. Ik had die nog niet getest en nu was ik er eigenlijk wel heel benieuwd naar. Het product ziet er dus zo uit en als je het draait, komt er product uit. En dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dus ik ben heel benieuwd wat voor een effect dat dat heeft. Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat je het gaat moeten gebruiken, maar ik ga gewoon zo het een beetje op mijn kwast nemen. En zien wat dat het resultaat is zeker. Oké, je ziet wel een subtiel blush effect. Het is wel mooi. Wel een beetje omslachtig. Ik vind dan toch een poeder blush net iets makkelijker. Maar ik vind het wel leuk. Het is iets nieuw. Maar of dat het echt enorm praktisch is, dat weet ik niet goed. Of ja, daar ben ik nog niet van overtuigd. Ik denk dat dit het is voor de wangen. Ik denk dat ik het toch nog redelijk goed heb kunnen redden. Dus ik hoop dat het nog wel meevalt op camera. Dus voor de vakanties ben ik nu aan het kijken met vriendinnen wat we allemaal gaan doen. We hebben op dit moment een vakantie in Luxemburg vastgelegd. En met Laura, die jullie ook al in een paar vlogs hebben gezien, ga ik naar Amsterdam. Dus ik heb nu op dit moment al 2 vakanties ingepland. En voor de rest denk ik dat ik thuis een beetje ga
tijd doorbrengen. Het is natuurlijk ook maar 2 weken vakantie, dus dat is redelijk kort. Eigenlijk had ik heel graag dit jaar naar IJsland geweest. En had ik daar een beetje rondgetrokken, ofwel naar Canada. Maar die plannen zijn allemaal een beetje veranderd door corona. We maken er het beste van. Een vakantie in buurlanden en zo vind ik ook wel leuk. Dus ik kijk er wel heel hard naar uit. Nu ga ik met een zwart oogpotloodje van Maybelline, de Tattoo Liner. Dat is de eerste keer dat ik die ga gebruiken. Ga ik hier op de bovenste wimpers een randje tekenen. Voilà, ik heb het lijntje gezet. Ik heb het denk ik niet op camera kunnen vastleggen. Ik moest daarvoor even gewoon heel dicht bij de spiegel gaan staan, voor ik dat deftig kon zetten. Dan gaan we verder met mascara. En ik ga daarvoor een nieuwe mascara van Maybelline testen. Ik zie die echt heel veel op Facebook in advertenties verschijnen. En toen ik zo'n pakketje van Maybelline kreeg, dacht ik, oké, dit moet ik gewoon eventjes testen. En ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Een goede mascara is altijd welkom. Oh my god, dat is een keimooi effect. Ik denk dat ik een nieuwe favoriet heb gevonden. Dit is het resultaat. Je ziet natuurlijk wel dat ik een beetje heb gemorst. Maar het scheidt mijn wimpers super mooi. En het geeft lengte en volume. Het is eigenlijk een wondermiddel voor mijn wimpers. Ik vind het echt een super mooi resultaat. En het laatste productje van Clarins is dit. En dit is een Lip Twist Duo. De Watertint en Balm. Het is in een rode kleur. Dit is de kleur 01 Red Sunset. En het is eigenlijk een soort van stiftje die je kan gebruiken voor uw lippen. En we gaan gewoon eens zien wat het resultaat is. Het is precies echt uw lippen inkleuren met een stift. Ik weet niet of ik echt overtuigd ben over deze lipstick. Ik vind het heel moeilijk om de kleur gelijkmatig aan te brengen. En voilà, dit is de look. Ik ga het eventjes snel met jullie overlopen wat ik ervan denk. Allereerst laten we beginnen met de ogen. Ik vind de ooglook echt super mooi. En dat is zeker iets dat ik op dagelijkse basis zou dragen. Dus dat is echt een heel snelle ooglook die ik er vaker ga bijnemen. Dan de mascara. Ja, daar heb ik genoeg over gepraat. Ik denk dat dat mijn nieuwe favoriet wordt. Mijn wimpers zien er echt wel goed uit. Het oogpotloodje. Ja, dat is gewoon een basic oogpotloodje. Gewoon prima. Even denken, wat hebben we nog meer gebruikt? De primer. Ik ben iemand die heel snel gaat glimmen doorheen de dag. Dus ik denk niet dat een glow primer geschikt is voor mij. Dan hebben we de concealer. Geeft een medium dekking. Ja, ik ben altijd zo aan het kijken in de spiegel. Geeft een medium dekking. Die ga ik wel nog verder gebruiken. De bronzer vind ik veel te oranje. Dus die ga ik er niet meer bijnemen, denk ik. Ik vind hem net wat te oranje. Maar als ik het nu zo zie met een blush, vind ik het wel mooi en subtiel. En dan hebben we de lipstick. En als ik die zo op camera zie, wordt de aandacht echt gewoon meteen getrokken naar mijn lippen. Toch vind ik de applicatie niet zo heel soepel verlopen. Ik heb het gevoel dat hij niet zo heel gelijkmatig aanbrengt. In ieder geval, ik vind de make-up look wel leuk geworden. Ik heb een beetje gespeeld met make-up. Het is heel lang geleden dat ik dat nog eens heb gedaan. Sinds we meer dingen mogen door corona, ben ik eigenlijk heel weinig thuis geweest. En ben ik dingen met vriendinnen gaan doen of andere dingen gaan doen. En dan heb ik niet zo heel veel tijd voor YouTube en mijn blog. En toch probeer ik elke week minstens 2 video's online te plaatsen. En tot nu toe lukt dat nog wel redelijk. Voor de rest wil ik binnenkort een Q&A doen. Dus als je bepaalde vragen voor mij hebt, laat dat zeker weten in de comments. Ik ga op Instagram ook nog een oproepje doen. En dan kan ik die binnenkort beantwoorden. En dan wil ik jullie heel hard bedanken om te kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. In ieder geval bedankt om te kijken. En ik zie jullie in een volgende video. Tada!